Gewone mensen betrekken bij de rechtspraak. Dat kennen wij in Nederland niet. Maar het kan wel heel anders. We kennen allemaal de Amerikaanse films waarin de jury van burgers uitmaakt wat voor straf iemand moet krijgen. In Nederland legt de rechter een straf op. Dat kan pas als de officier van justitie een straf heeft geëist. Maar wat voor straf moeten ze nou eisen? Bijvoorbeeld iemand van 30 die ontucht pleegt met een meisje van 12, dat is overduidelijk. Maar stelt u nou voor, een jongen van 18 die is blijven zitten, een meisje van 15 slaat een klas over, die zitten samen in de klas, zijn klasgenoten, die hebben seks met elkaar. Formeel is was dat strafbaar, maar hoe strafbaar is dat nou? Op 4 december mogen 50 gewone Brabanders met justitie in Den Bosch gaan praten. Zij gaan dan aangeven wat voor straffen zij zouden eisen voor iemand die ontucht pleegt met kinderen. Dat was de bosse zwemleraar Benno Larue, die zes jaar cel kreeg. Ophangen misschien, hè? of ergens in een hoedje op de haai en dan uh, daar laten zitten. Dus van mijn bedrijf mag iemand uh, ja, twintig jaar in cel zitten. Vervoelsmatig uh, is het altijd te laag bij dit soort zaken, vind ik. Nou, we hopen vooral dat de mensen die komen ook genuanceerd met ons willen meedenken. Want dan hebben we ook wat aan hun bijdrage. Justitie wil alleen nog maar advies van burgers. En dan kunnen ze strafeisen eventueel aanpassen. Maar de advocaat van Beno Larue wil nog een stap verder. Die wil experimenteren met burgers die meebeslissen met de rechter. Misschien over hele technisch-juridische dingen. Daar heb je die professional voor zitten. Maar voor uh, het beoordelen van het feit, van de omstandigheden. waaronder dat feit is gepleegd. de persoon van de verdachte. daar kunnen burgers toch ook over meepraten. Wie zelf wil meepraten over de strafeisen, dat kan. Tot 20 november kun je je opgeven bij het Openbaar Ministerie in de Mos.